congres is, wat je aangeeft, zijn veel internationale chefs. Dus vaak toch meer wat horeca mensen trekt. Maar wij wilden ook heel graag wat voor onze gasten uit de regio, maar eigenlijk ook uit het hele land. Maar die niet alleen maar specifiek voor die demo's komen, maar ook gewoon lekker willen eten en drinken. Nou, we hebben het weer natuurlijk mee, want dat was 2 jaar geleden wel wat anders. Maar door die boerenmarkt krijg je wel een heel informeel karakter. En dat is wel wat wij graag wilden. Vorige keer zag je nog dat je heel veel chefs zag en directeuren. En nu zitten er ook allemaal jonkies bij. En daar gaat het natuurlijk om. Dat die binnen kunnen en dat die kunnen genieten van die buitenlandse jongens. We zijn trots dat hij hier is. Richard Eckenbeun! Mijn boodschap was ook heel duidelijk. Probeer je eigen stijl te vinden. Probeer het niet in de bescherming op te groeien van wat je geleerd hebt bij je meester. En dat te gebruiken. En ik denk dat dat het probleem is van een klein land zoals Nederland. En dat zie je ook in andere landen hoor. Ook Denemarken. Hè. Ik bedoel, René is een echte voorloper. En daaromheen zit echt een movement die toch wel heel erg duidelijk kijken wat René doet. Ik denk dat je op zoek moet gaan naar je eigen zelf. En dat is denk ik het allerbelangrijkste boodschap die ik hoop te hebben overgebracht. What we do at the restaurant is about the cuisine of where you are. So it's not about Dutch people implementing a Nordic style cuisine in their homes. It's about implementing the cuisine of where you are. It's very basic because it's just about finding food stuff that are in season and that's what you cook with. And you try to base your diet on the wonderful array of things that come naturally in the season. It's about staying curious and then really, 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 really falling in love again in everything that you have.